Democratie komt niet vanzelf. En op jonge leeftijd kan je al leren dat jouw stem het verschil kan uitmaken. Vandaag zijn meer dan 800 jongeren in Leeuwarden in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Dan kan het gaan om goed openbaar vervoer, de strijd tegen klimaatverandering, veilig over straat gaan of voldoende geld om te gaan studeren. We zijn met z'n allen bezig over maatschappelijke problemen. Wij zijn met het groepje nu bezig over seksuele intimidatie. We hebben het nu vooral over dat meisjes zich oncomfortabel voelen op straat en wat de problemen nou zijn en wat nou de grens is, zeg maar, tussen seksuele intimidatie en gewoon aardig zijn of gewoon een compliment geven. Er komen goede ideeën uit, daar gaan hier ook mensen weer verder mee aan de slag. Vandaag in Leeuwarden laten jongeren zien dat hun stem verschil maakt in onze democratie. Wij jongeren zijn in principe de toekomst voor dit land, voor wat er aankomt. En het is belangrijk dat we een stem krijgen in wat er allemaal gaande is. Omdat er zoveel is waar wij een mening over hebben die we niet kunnen uiten, omdat we nog niet kunnen stemmen. En dit ons ook laat zien wat we toch iets kunnen doen aan de problemen die er nu al gaande zijn. Zodat we onszelf, onze toekomst een beetje kunnen beïnvloeden.